Jullie zijn de nieuwe, hoe zeg ik het best, exploitanten of de nieuwe uitbaters? Ja, franchise van de Tosti Club. Ja, want toen ik hier voor de eerste keer kwam, hoe lang is de zaak nu lopen? Nou, volgens mij al in half juni. Half juni zo'n beetje. Ja. Dus, maar toen was inderdaad, Jacco was op zoek naar franchise-nemers en dat zijn jullie geworden. Dat zijn wij geworden, ja. Toevallig omdat we Jacco kenden. Ja, ja. Ja, we zaten bij hem in de klas. En ja, op de hotelschool. Op de hotelschool, ja. En hij ook. Ja. Dus je zat naast me in de klas. Jullie zijn ook een stelletje. Ja, we zijn een stelletje. Al 25 jaar. Ja. Ja. Maar vertel eerst even wie jullie zijn. Want jij hebt sowieso een hele interessante naam. Ja. Ik heb een Chinese naam. En, mijn vader en moeder zitten daar. Heel toevallig. Chinees. En mijn moeder is Nederlands. En ik heb toch een Chinese naam gekregen. Ik heet Lei Mooi. Man eigenlijk. Lei Mooi Man. Ja. Ja. Ik ben met Olaf Spelier getrouwd. Dus echte Zuid-Beverlander. Dus je hebt wel Spelier met je achternaam nu? Ja, nu wel. Ja. Maar het klinkt een beetje raar. Lei Mooi en dan in één keer Spelier. Ja. Dat is een beetje apart. Maar goed, nu zeggen Chinese invloed en Beverlandse achtergrond. Maar jullie hebben dus wel altijd in Middelburg op school gezet. Dus jullie kennen de stad wel. Ja, ja natuurlijk. Hij is nu misschien niet meer hetzelfde als eind jaren 80 of begin jaren 90. Ja, hoor. Ja, we kennen de stad wel. Uitgaansleven. Het is ook niet altijd braaf blijven zitten thuis. Nee. Dus we gingen regelmatig uit dan. Ja. En kijk, deze zaak, volgens mij, ik loop hier dagelijks langs en volgens mij loopt het prima. Ja, ik zie er altijd mensen zitten. Ja, dus, het is ook weer wat nieuws. Iedereen eet eigenlijk thuis wel eens een tosti en die doet zelf even wat erop, wat er toevallig in de koelkast ligt. En dat hebben we hier dus ook. Dus je kunt ook alles zelf samenstellen. Ja. We hebben verse producten. En iemand die iets heel raars wil, dat kan gewoon. Nou ja, je liep net met de tosti zuurkool. Dat had ik echt nog nooit gehoord of gezien. Nee. Dat is toch wel heel bijzonder. Google. Ja, heb je dat daar... een medewerkster ME die hier werkt. Hartstikke leuke meid. Die vindt het ook leuk om dingetjes te op verzinnen. Te zoeken en te bedenken. Ja. En dat schrijven we dan op ons reclamebord. En zo hebben we elke keer eens wat anders. Ja, nou dat is wel heel leuk. Dan blijf je ook verrast. Ja. Maar dan ben ik ook benieuwd, want jullie hebben het overgenomen in die zin. Kijk, je hebt natuurlijk de vaste formule met het logo, noem maar op. Ja. Maar jullie hebben ook de vrijheid om zelf dingen te gaan doen. Gaan jullie ook dingen anders doen? Of hebben jullie plannen om dingen te gaan doen? Ja, je houdt je sowieso aan in grote lijnen aan het hele concept. En dat willen we ook blijven doen. Daar staan we volledig achter. Alleen zo af en toe maken we een uitstapje. En misschien wie weet, omdat ik wel Aziatische kant heb, dat er wel eens ooit een tosti Peking eend komt of iets anders. En dat mag allemaal gewoon. Ja. Dat doen we ook gewoon. Mensen vinden het ook leuk. Komen ook met eigen ideeën. Ja. Er zijn ook vaste klanten die dingen bedenken. En misschien dat we dan eens een keer dat op de kaart zetten. Maar ik zag vorige keer eigenlijk ook een flyer liggen. Dat jullie ook een soort van bezorgen, niet helemaal? Nee, dat gaan we wel meer doen. Dus we willen wel richting bedrijven, maar ook voor scholen ontbijten wat meer gaan promoten. Sandwiches gaan we verkopen. We hebben sinds kort een nieuwe kaart, waar ook weer nieuwe andere dingen op staan, behalve tosti's. Dus we willen wel verder, ook de concern wil verder ontwikkelen. Dus die is ook nog steeds groeiende in dat concept. Dus wat dat betreft verandert er de komende periode nogal wat, denk ik. En zijn er nog andere dingen die jullie nog kwijt willen of willen melden? Of is het gewoon van kom gewoon eens even kennis maken, mensen? Ja, kom gewoon lekker langs. Deur staat altijd open, 7 dagen in de week, van 9 tot 5. Nou, dat is heel duidelijk. Ja. Ik zou zeggen, hartelijk welkom in Middelburg. En we zien elkaar nog regelmatig, denk ik. Oké, bedankt. Doei.